week probleemloos door binnen en buiten. De prins van Brabant met daarachter het gemeentehuis. De Sint-Quintenkerk van Sint-Quintenslanek. De receptiezaal op het gemeentehuis. Aankomst op het gemeentehuis. Beste jubilarissen, geachte familieleden en vrienden, u begrijpt dat het gemeentebestuur van Lennek even altijd bij een koppel dat een gehouden staat van dienst kan worden. Een halve eeuw lang hebben jullie samen gestalte gegeven aan het gezinsleven, familiale leven en de gemeenschap. Ik neem aan dat de zon vaak heeft geschenen, maar dat er ook af en toe wolken geweest. Daarom is een dubbele proficiat op zijn plaats. Proficiat voor jou, voor de trouw aan het gegeven woord die u hoort, die 50 jaar siert. Geluk gewenst met de grote inzet die gij daarbij in uw gezinsleven hebt betoond. Wij hopen dat jullie de gelukslijn nog vele jaren kunt doortrekken. En bied u daarom graag namens onze koning en onze koningin deze herinnering met hun felicitaties over te brengen. Proficiat en vroeger nog vele jaren en dagen aan toe. Jozef, en dat is de lezen. En dat is hier uw diploma op prefect. Dat is nog. Ja, en dat is de kabinetchef van de koning, ondertekend om naam Klaas van der Velde. Dat is ook politiek. En dan hebben we nog het geschenk van de gemeente. Die vroeger op een andere manier, maar gezien de moderne middelen die er momenteel gebruikt worden om de stelbrons en weet ik ook te verwerken, kan dat niet meer. We gaan met u cash geld geven, maar ik zou graag aan het van de minister van Financiën. Ja.
Zo. Alsjeblieft. Als je wilt, koop er mee iets in Lennep. Dat ons een handel in Lennep. Dank je wel. We zijn nog iets vergeten. Dat is een speciaal graag. Ja, we hebben hier al wat gedaan. Dat is... Als er nog de collega's weten is die daar iets wil aan toevoegen, mag dat van mij gerust. Meneer en mevrouw, naast de dan, in naam van de hele gemeenteraad en ons voltallig schepencollege, op mijn beurt ook van harte gefeliciteerd. Je zult waarschijnlijk het college wel kennen. Hadrik van Raten, onze burgemeester André Plasman, Willy de Waal, eerste schrijver, Clemens Sinus, die nog 50 jaar schepen gaat blijven. Ik heb niks aan. Ongeveer. Uit een burgerlijke stand lees ik dat jullie getrouwd zijn op 23 januari 1945. Ik wil niet zeggen dat we een week te laat zijn met de vier, maar nu hebben we tenminste de zekerheid dat de 50 jaar voorbij zijn. En dat de volgende reeks jaren ondertussen de reeks is begonnen. Op mijn beurt wens ik u van harte vele gelukkige jaren samen en als kan dezelfde goede gezondheid. Geniet van uw geschenken, uw bierpot niet te veel per dag, maar het mag af en toe wel een keer blijven. Ja, ja. Dat is voor in de kelder de lampiek te gaan tappen aan het vat. Je weet, het is nog liggen. Dat is goed bier. Ja. De geschiedenis van Lennep. Daar zullen waarschijnlijk een aantal zaken in staan die je misschien nog herinnert. Ja, ja. Omdat ze gebeurd zijn tijdens je leven. Ik heb hem aangelezen. Je hebt hem aangelezen. Ja, ja. De kerk van Lennep
bloemstuk op het altaar. Gereed voor de offerande. Intrede in de kerk. Beste familieleden, beste vrienden, Joseph en Pauline en ouders. 50 jaar geleden beloofde ik jullie in deze kerk liefde en trouw aan elkaar. Vandaag zijn we hier allemaal samen om hun leven in liefde en samenhorigheid te dienen. Zoals onze jubilarissen. Durven we te hopen en te geloven dat Jezus Christus leeft in eeuwigheid. Laten we als aanhef van deze viering herinneren aan het woord van de psalmist. Voor u moeten zingen, God op de Sion, aan u zijn dankbaarheid tonen. Tot u die ons geeft wat wij vragen, tot u komt alles wat leeft. Laten we elkaar goed vergeven zingen, vooral fouten die ooit in elkaar begaan.
zacht, kan hij rijden te laten. Een roos kan maar niet. Een wijnstok maar vruchten voortbrengen, als ze door het snoeimes zijn bewerkt. Liefde kan maar vruchten, door de pijn van de gaven van zichzelf. Wanneer de liefde wekt, volgt haar, al zijn haar wegen zwaar en stijl. En zo haar vruchten doen lukken, laat u gaan. Maar alleen God en wij allemaal, als
Ik laat het samen zijn en nog vele jaren voor elkaar mogen bewaren. Laat ons bidden. Thank you.
Als mannen
Zegen de Heer u al van de God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En dan gaan we nog een ietsje laten horen dat een opdracht inhoudt. Een opdracht naar de toekomst toe, niet alleen voor u, maar voor iedereen. Leg in onze handen, Heer, een klein kom geluk en laat ons die in stukken breken en als anderen leren. Het is iets nieuws. Voor ons hier in de kerk is het nieuw. Het is voor mensen die dat kennen al heel oud, maar het blijft altijd mooi. Het is modern. Ja, dat is het.
Links! Neem mijn machine. Ga hier in de studio. Dit is het geval. Mijn naam is Gamis Pieces en ik droom niet van actrices. Ik hang nooit aan de doof, ben amateur archeoloog. De natuur, dat is een wonder, met de rest heb ik gedonken. In mijn nog is goed wanneer ik schud en dan en vroeg. Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Het is niet moeilijk. En wij zitten nog wel in een vertaltje. Dat staat ook op school. Als je staat onder uw voeten, als je zit onder uw kont. Wat erin zie, haal ik eruit. Wat ik eruit, dan zit ik terug. Soms dan ook de spier, hier de kans voor mij de lucht. Dat is niet moeilijk. Het is gemakkelijk. Het is niet moeilijk. Door de spier, de trein, ik heb een tijger zit en een raket. Een vals gebit, een berenbit, een jas van een bot. Is niet te doen wat dat je bent onder de grond. Ik kan ze dagen in mijn grote groene tuin. Naar dingen onder gras, onder de grond, onder het gewas. Ik ben niet echt begaan, maar ben op zijn minst verstaald. Het is niet moeilijk. Het is gemakkelijk. Het is niet moeilijk. Ze zeggen mij, Camille, we doen niet zo ambitieel. Dat is toch geen zin, zegt ze, jij dat nu weer wil. En dan zeg ik, luister, Bobby, laat me gerust, het is een hobby. Dus zo baat, ik ben Camille, en ik spit met hart en zie. Het is niet moeilijk, dat is gemakkelijk. Het is niet moeilijk. Ik zoek wat ik niet vind, en ik vind wat ik niet zoek. Maar het leven is daarom niet minder schoon. Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Het is niet moeilijk, het is een hobby. Hallo. Receptie in de zaal Familia in Gooit. Heb je vies gekregen van dat is Ruben. Ben je niet bang, hè, jong? En de mama. Zal iemand mee?
De chef-kok en de sous-chef. Ja, we zien wat we zeggen. Ja, het is een heel werk, hè. Nog een keer proeven ook, hè. Nee, heel werk, hè. Ja, ja. De soep is ook een soepje. Je hoort rijst, man. Rijst. Die laat ik aan het nadenken. Die moet al open. Die maakt al open. Het is een hele, hele affaire. Maar ja, nu we op de film komen, moeten we toch zien dat we onze beste kant komen. We hebben geen andere natuurlijk. Je moet een geen streep hebben. Een ander figuur. Dit hier. Ja, dat moet het zijn. Dat is wel hetzelfde. Dat staat voor de volle. Kijk die uit. Daar niet, zeg. Daar niet, als je beter zegt. Ja. Ik zal mijn haar vroeger. Ik zal ze koelen. Ja. Niet? Ja, het is voor met te werken, jongens. Lieve kinderen, eigen en schoon, liefste kleinkinderen, dierbare broers en zussen, ook eigen en schoon, lieve vriendinnen, goede vrienden, vader Abt, mijn lieve echtgenote en ik, heten iedereen van u zeer hartelijk welkom. Zo, daarmee is het officiële gedeelte en het plechtige gedeelte afgelopen. Prima, ja, prima. En schakelen we nu over op het gewone. Ik zei dus dat Lies en ik verschrikkelijk blij zijn dat jullie hier allemaal gekomen zijn om bij ons twee dingen te vieren. Ten eerste dat ik 60 jaar geworden ben, maar dat is al een tijdje geleden. En in feite heb ik daar weinig verdiensten aan. Hè. En ten tweede dat ik vorige woensdag dus officieel met pensioen gegaan ben. Of ik daar fier moet op zijn, dat weet ik niet. Dat zal ik nog moeten afwachten. In ieder geval wou ik dat met jullie allemaal vieren, de familie en de hele goede vrienden. Ik bedank u allemaal zeer hartelijk en echt gemeend voor de toffe cadeaus die je meegebracht hebt. Nu weet ik wel, de meeste cadeaus, dat is om mee te werken. Maar ze zullen mij het werk in ieder geval veel lichter maken. En ik beloof u, iedere keer als ik ze ter hand zal nemen, dan zal ik aan jullie denken. En, wees ervan overtuigd, ik ga ze dikwijls ter hand moeten nemen. Dus ik ga dikwijls aan u denken ook. Hè. Ja. Wat nu de rest van de avond betreft, wat er allemaal te gebeuren staat, wat er allemaal te eten valt, ik weet het niet, je moet het mij niet vragen. Als er een probleempje is, en er ontbreekt iets of ik weet niet wat, richt u dan tot VT5. Op televisie hebben ze nu VT4, wij hebben VT5, dat is vrolijke tafel nummer 5, dat is de tafel die erachter. En daar zitten Anne, Maggie en Fons en Hubert aan. Die zullen u altijd op uw wenken bedienen. Als er iets moest mislopen, en op zo'n feest kan er veel mislopen, er is al iets misgelopen. Namelijk de menus, die kaarten. Ik had voor iedere kaartje voorzien, maar ik heb er dan menu opgeschreven buiten. En dan is die inkt daar doorgekomen en dan zie je dat langs de achterkant ook staan en dat is natuurlijk niet zoals ik het gewenst had. Mijn excuus daarvoor, we zullen samen een keer moeten kijken. Maar als er nog iets anders moest mislopen, de soep te zout of ik weet niet wat,
Alsjeblieft mensen, til er niet zwaar aan. Lacht een keer mee. Dan maken we er een gezellige avond van. En dat wens ik iedereen van jullie toe. Een gezellige avond. Nu, je zult ook gezien hebben dat er geen plaatsen voorbehouden zijn. Behalve één tafel. Dat is tafel 1 hier. Dat is voor de jongere generatie. Dus de kinderen en de kleinkinderen die gaan hier zitten. Maar de drie andere tafels, daar gaan de grote mensen, dus de gepensioneerden, zal ik maar zeggen, hè, die moeten dus maar een plaats kiezen op een van die drie tafels. Hè, daarmee kan je kiezen waar je... Ja, voor de rest geloof ik dat ik alles gezegd heb. Ik hoop dat het eten meevalt, dat het een gezellige avond wordt. Dat wens ik aan iedereen van jullie... vanavond toe. Een heel gezellige avond. Zijn dat letters? Het zijn letters. En daar hebben die letters gemaakt. Dat is van Bart. Ja.
27 januari 1935. Bij moeder Germaine en vader Phil, Nataf en Cyril, de derde achtereenvolgende zoon. Davy met de witte snurk, suikerbollen op de grond, onkel Schön Peter en tante Maria van Tombergmeter. Om de enigszins kwalijke reputatie van de Peter geen overlevingskansen te geven, over te zetten op de nieuwe afstammeling, geen tweede Schön, maar een Jean. Na vele kennen pap hem toegediend door zijn broers, als ook door onkel Jeff en onze Fontje, en zelfs Frans van Cerveris, die daar vele, vele jaren later nog zo fier over was, won de knaap met de dag aan gewicht en inzicht. En het zou blijken dat hij dat meer dan nodig zou hebben. Op een heugelijke dag, een drietal jaren uit, zette hij de hele buurt op stelten, door de trap van het magazijn op te kruipen en door het gat in de zoldering 3 meter lager op de bedonnen vloer de pletter te bouwen. Veel bloed, geen teken van leven meer, moeder en andere kinderen in paniek, totdat een voorbijganger, de schoonvader van Toriet, opgeschrikt door het tumult, de kleine opnam en hem in de keuken droeg. De kleine vond dat hij lang genoeg gezwegen had en begon te huilen. Vele kennen pap, veel zwarte zalf en lange Dries maakte hem opnieuw strijdvaardig. Gelukkig. Wat zouden ze op strijden zonder hem gedaan hebben? Niet lang nadien was het evenwel weer bijna prijs. Het had hard geregend, gelijk nu. En met Faris van Eichem, die weliswaar ongevraagd en onbezoldigd een deel van onze opvoeding op zijn schouders nam, gingen ze een watermolen placeren in het bosselken aan Speer en Beer de Weggelaf. Een watermolen, dat was een lange biet met mosselschelpen ingestoken, op 2 mikken dwars over de beek geplaatst. Tijdens het placement was de aandacht van Varist en de groteren enigszins afgeleid, waarvan ons schuitig feestvarken profiteerde om de beek in te duiken. Vele meters verder kon Varist hem weer op het droge sleuren. En nu, naar huis, dat zei de van hier. De broek, de verhuis, het tempt en de kousen uitgelijk in de witte van Sichem. Alles goed uitgewrongen en op de wijdraad de droge huid. Terug aangedrokken en zonder valling of bronchit verder door het leven. Een derde keer dat hij het bijna zitten had, dat was in 1945. Toen vader Phil van de goede gedachte beviel om hem in Soigny in het college Saint-Vincent te steken bij de 2 anderen. Het was de hoogste tijd om zijn Frans te leren. Alsjeblieft, 10 jaar. Op een ouderdom dat veel moeder nog nodig hebt. In het concentratiekamp van Soigny gedropt worden. Doorzicht en listen van zijn oudere broers van 12 en 14 jaar hebben toen zijn leven gered. Pour le matin. Maar je kunt niet alles vertellen. Wel over de ronde van Strijland, waarvan hij dacht dat de proloog in de kerk rond de baar gereden werd.
en waaraan door de meid van pastoor Christians een voortijdig einde gemaakt werd. Eigenlijk schennis, per velo rond de baar. Wie weet nu in godsnaam nog wat baar, offer en libera is. Onze Jean was ook de grootste allround sportman die wij ooit gekend hebben. Of het nu hoogspringen, verspringen, de 1500 meter of korttrekken was, op de sportmanifestaties van die tijd was hij steeds de eerste, de kampioen. En had hij ooit mogen koersen van huis, mensenleef. In de ronde van Strijland klopte hij met een gewone velo de echte coureurs van die tijd. Hij viel een keer plat en won nog de sprint met de velo waarmee Philemon van Muis van zijn werk kwam, met nog de kabas op zijn stoeltje. Op een velo de Marks en in het voetbal mensenleef. Reeds op zeer jeugdige leeftijd en in die tijd al kwam Eendracht Winnik hem alle zondagen halen uit het klein seminarie te Mechelen. En dan bij Strijland heeft hij ook legendarische matchen gespeeld. Hoe dikwijls maakte hij het verschil. Koppen, shotten, trippelen, het had geen naam. Weet je dat als wij op verplaatsing speelden, onze tegenstrevers bij de aankomst van onze bus op de Eikijk stonden om te zien of hij erbij was? Ongelooflijk, zoveel prachtige jaren voor medespelers en supporters. Maar opeens dan is het begonnen. Schone liedjes blijven niet duren. En toen hij dan in Fontainebleau zijn legerdienst volbracht en met een schouter wekelijks de rit naar Hoek, wat zeg ik? Naar Rutingen. Naar maakte. Dan geraakte hij zelfs niet meer op de hoef. Wij hebben hem voor een kapitale mes nog een keer ontvoerd uit Doetingen, maar hij begon overal zeer te krijgen. En wij begrepen wie de lange broek droeg. Dan is onze broer getrouwd met Klees, maar dat is een ander hoofdstuk. In plaats van kennepap van anderen te krijgen, moest hij ze nu zelf geven en ook de doeken verversen. Marleen, Ann, Bert en Els kwamen, groeiden op in eer en deugd. Misschien nog niet altijd volgens de principes van onze broer, want principes dat geeft hij. Ach ja, ik zou het nog vergeten. Hij heeft nog lesgegeven in het college van Allazeker. In een ander leven had hij daarvoor wel een paar dagen dorstmachine nodig. Om te weten te komen dat werken ook niet alles is. Een leraar worden nog zo zot niet. Alhoewel de leuze van de donkerstam, geen woorden maar daden, wou ik, uw jongste broer, in naam van ons allen, van eer, voor ene keer zeggen, Jean, wij zijn fier op u. We zijn u en Lies zeer dankbaar voor de vele mooie ogenblikken dat u ons moeder bezorgd hebt in die fase van haar leven dat ze het zo nodig had. Dat doet niemand u na. Nog vele gezonde, niet te gezond, als u begrijpt wat ik bedoel, en gelukkige jaren van onze voor onze dierbare broer, Lies, en de hele familie. Onze vader en moeder zaliger staan hierboven door een klein haatje toe te zien en zijn zeer gelukkig omdat we allen samen zijn. Zo zouden zij het gewild hebben, je broer. Wil ik je eerst en vooral van ganser harte alle geluk toewensen bij je 60ste verjaardag. 60 lentes in de bloei van uw leven. En terzelfde tijd willen wij dus ook je alle geluk en heil en lof toezwaaien en toewensen samen met je Lieske en kinderen en kleinkinderen en familie en vrienden. En we zijn ervan overtuigd dat dat heel mooi zal worden en blijven. Gooi ik en de villegiatuur aan de Bronnenweg, die zullen er nog mooier op worden. Vermits er nu een tuinman van eerste klasse
daar ongebreideld met al zijn talenten kan woekeren. En je kan begrijpen, namens ons kwartet had men mij de opdracht gegeven om hier een kort woordje te plaatsen, om u te zeggen dat, maar luister even Jan. Hugo zit namelijk zo, hè, dat is in de rij. Met je geboorte in 35 was iedereen reuze blij. Met veevoeders en meel voor bakken van brood werd Jantje spoedig sterk en groot. In Klein Sem was hij goalgetter nummer 1. Uitgerekend door broers ziekte bracht hij die fringen weer op de been. Met verbrande billen reed hij de eerste prijs en duwde de dog dwars door Parijs. Het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig, dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Met de Vespa naast de gracht. Want hij moest op tijd in Oetingen wezen. Anders werd hem daar nog eens de les gelezen. Zo begon hij in college les te geven. En door na 150 taalwinkels streven, voor thuis en op de school, werd Jan een ieders groot idool. De Jan, zijn vrouw en spruiten mee tot helemaal boven in het gezellige L'Accordé. Hij schuurde nog berg, nog avalanche, en eeuwig wenkt voor hem de dame blanche. Maar Lieske was niet tevreden in L'Accordé, en het jaar daarop belandde ze bij Follonier. Door regelmatig in het koerhuis te turen, genoot hij stilletjes van Engelse avonturen. Stonden hoge bomen in de voortuin te bloeien. Koken en bakken is voor Jan een festijn. En toch ligt hij alle dagen op zijn lijf. Met hun zessen blijven zij fit en gezond. En wandelen zo het Pajottenland rond. Na vele bergkuren en andere fantasieën storten ze zich nu volop in de dansorgieën. Ja. Aandacht, aandacht. Beste vrienden, natuurlijk hebben wij, de kinderen, ook iets in petto voor onze va. Ten eerste moeten wij nog ons cadeau afgeven. Dat droeg hij zich waarschijnlijk al heel de avond af waar dat bleef. Dat is een cadeau van de vier kinderen, van de vier koppels dus. En ook André en Simon hebben hun steentje bijgedragen. Natuurlijk is dat bij ons niet zo gemakkelijk om iets te krijgen. We zijn niet van de simpelste. Dus moet onze va eerst iets presteren voor hij die cadeau kan ontplaatsen. Ja. Wij stellen nu enkele vragen. Ja. En hopelijk weet jij waarover het gaat. Ik kijk het. Tuurlijk weet ik niet waarover het gaat. Nee, maar binnen een paar minuten. Ja. Want anders kun je naar je cadeau fluiten. Dat zou nu allemaal beginnen zijn. Ja. Dus je liever niet om te kijken, hè? Nee. Ja, reporter, is de toestand daar al wat overzichtelijker? De toestand is heel overzichtelijk. Ja, dat hadden we eigenlijk een beetje verwacht. Wat waren eigenlijk de algemene reacties op het gebeuren? Wel, die reacties waren... Dus de gevolgen waren draaglijk? De gevolgen waren draaglijk, ja. 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 Nochtans, er is een jarenlang conflict aan vooraan gegaan.
vooraf gegaan, dus... Ja, maar dat conflict is altijd binnen de perken gebleven. Binnen de perken gebleven? Ik heb dan zo'n keer in het verleden gekeken. En ik heb dan een keer dus, zoals hier allemaal gezegd hebben, al mijn sportprestaties op een... Ja, ik vraag me toch af of je je nu niet een beetje in je blootje gezet voelt. Wel, in feite wel, maar gezien de temperatuur nu... Je hebt er dus geen spijt van? Ik heb er absoluut geen spijt van. Ja, het is nogthans een grote ommekeer in je leven geweest. Ja, maar dat is al een hele tijd geleden, hè? Nou, en dan al die veranderingen, wat heeft dat allemaal wel niet gekost? Wel, het is te zeggen, ik had een goede positie. Ja, ja, maar vertel me nu toch eens wat de toekomstplannen zijn met de gewonnen ruimte. Wij gaan een beetje meer tijd maken voor de danslessen. Ja, ja, maar je moet me toch even duidelijker vertellen, is er al een onderkomen voor de twee slachtoffers? Want er zijn twee slachtoffers en wat heb je daarmee gedaan? Wel, ik heb natuurlijk eerst direct de Rijkswacht gestuurd. Die hebben dat nodige gedaan en daarmee dacht ik dat mijn deel achter de rug was. Ja, ik denk dat dat cadeau van verder en verder van u verwijderd geraakt. Ja, vertelt u even de reactie van eventuele voorbijgangers of van de kinderen bijvoorbeeld, wat vonden die ervan? Wel, die vonden dat ik daar nogal normaal op gereageerd heb. U moet ook bekennen dat uw woning nu beter tot zijn recht komt. Maar daar heb ik altijd, ik ken daar altijd voorstander van geweest. En van wat? Ik ben daar altijd voorstander van geweest. Het is alleen omdat Lies daar zo lang... omdraaien, denk ik. Hier in ontvangst komt nemen van de vier kinderen en ons Mo mag er ook bij, want die is ook voor haar. Al? Ja, we willen natuurlijk eerst en vooral ook nog een heel gelukkige verjaardag wensen en nog heel veel mooie jaren. En je kan misschien van start gaan met dit cadeau. Alsjeblieft. De waardebon ter attentie van de Donker Jan van Asselies. Van donderdag 4 tot zondag 7 mei gaan jullie beiden per vliegtuig naar Praag. En om te bekomen gaan we nu een, ik zult het wel zien. Goedenavond, goedenavond, goedenavond allemaal. Dames, heren, beste vrienden, die aanwezig in de zaal. Ja, wij brengen u een lied, dan kan u allemaal. Goedenavond, goedenavond, goedenavond allemaal. Heel lang geleden op vakantie aan de zee, we waren nog zo kleintjes, ons zelfs was nog niet mee. Bij Sint-Katharina hadden we de crème glace. We reden met de karas op de strand van Oostwas. Maar op een keer alweer zaten allen op het strand. Er stak een heel rot op weer op, dat was niet zo plezant. Plots van ons alleen verdwenen zomaar in het niets. We waren allen heel erg bang, we vonden het maar niets. Maar ze is teruggekomen, alweer alone. En voor alle zekerheid, dat spaar ik moe gaan wonen. Tuut, tuut, boy, boy, wij de kever. Wat is dat stokje? We maken het los. Doe wat gebeurt er? Gaat aan het rollen. Tuut, tuut, boy, boy, tot in de bos.
kan. Alleen maar als het echt niet anders kan. Maar om 12 uur is het echt gedaan. Waar mag ik naar de vuif toe gaan? Naar de vuif toe gaan? Naar de vuif toe gaan? Alleen maar als het echt niet anders kan. Maar om 12 uur is het echt gedaan. En nu juist vandaag.